Oké, nou, dat gaan we morgen allemaal zien. Jullie zitten natuurlijk heel aan tafel om heel andere redenen, namelijk muziek. Nadia, als ik jou vraag welke Nederlandse artiest past in hetzelfde rijtje als Harry Styles, Ed Sheeran, David Guetta, dan zeg jij... Criss-cross. Ah. Heel goed. En waarom is dat? Zij hebben alweer dit jaar hun 10e top 10 hit. En dit is hun muziek. Klinkt als muziek in de oren. Moment zonder jou. Alleen de stilte om me heen. Ik steek mijn armen naar je uit. Maar ik voel me zo alleen. Vanavond ga ik even naar de boog. Gooi alles van me af en giet me vol. 130 op de veelstroom. Ja. Hit na hit na hit. Wat is nou die succesformule, Jordi? Veel liefde, passie, hard werken en een stukje herkenbaarheid. Ja, ja. Heel klein stukje. Klein stukje herkenbaarheid. Nou, heel veel herkenbaarheid. Heel ja, maar Loop Niet Weg is wel echt een original, maar de rest niet. Maar ja, we zijn DJ's en we draaien. Als we draaien willen we ook die herkenbaarheid hebben. En dat vinden we in de muziek ook tof. En wij vinden het heel cool om iets ouds te pakken en dan dat in het refrein te stoppen en daaromheen iets nieuws te bouwen. Ja. En ja, dan voor de jonge mensen die denken van, oh, wat leuk, wat is dit? En de wat ouderen denken van, hey, ik herken het. Dat denk ik de hele tijd. Ja. En, dat, wat ouder en daar zijn we gewoon heel goed in. En dat vinden we heel leuk vooral. En we maken er heel veel mensen blij mee. Is dat bloed, zweet en tranen? Om dat te maken? Zeker, ja. Zitten die bloed, zweet en tranen in? Nou ja, wat jullie zei, we pakken vaak het refrein. Soms letterlijk, soms alleen de melodie. Dus er zit echt wel een heel creatief proces aan vast. En het lijkt soms heel makkelijk, maar dat is het echt niet. Een stukje clearance kun je misschien uitleggen. Dat ook, maar het gaat er ook om hoe breng je het refrein. Hè? Heel vaak maken we een heel mooi bedje voor het refrein, zeg maar. Dat heet dan de pre-chorus. Dat maakt het refrein weer nog beter. Waardoor het oorwormen worden, ja, en dat je er, ja, nooit meer vanaf komt. Ja, dus het is zeker wel bloed, zweet en tranen. Ja. En het gaat natuurlijk ook om samenwerking, hè? Ja. Daar zijn jullie, ja, natuurlijk ook echt... Dat is, die hits, dat zie je ook. Ja. Je ziet Maan, je ziet echt iedereen, ja, voorbij komen... Ja. Die op dit moment in de muziekwereld, ja, toe doet. Ja. Wat is het criteria voor de samenwerking? Waar moeten, ja, zij aan voldoen? Wil Criss Cross met hun in zee gaan? Of is het andersom? Nee. ze moeten wel... Ja, ik vind, ze moeten eerst op eigen benen staan. En ze moeten iets neergezet hebben. Vaak vind ik ook een soloplaat. En op dat moment komt er een soort van, ja, wederzijdse samenwerking. Je ziet dat de artiest graag met ons wil en dat wij met hun willen. Ja. Wij zijn vaak het stukje radio. En soms kan, ik vind bijvoorbeeld ook Anton een goed voorbeeld. Anton deed het supergoed, maar dan heeft hij met ons een nummer. En dan bij elkaar wordt dat een heel grote hit. En dan, ja, een Q-Music, een 538, een Slam, die pakken dat allemaal op. En dan kan hij een vertaalslag maken naar de radio. Zij pakken het wel. Dat zijn radiostations, die pakken het wel op. Ja. Kijk even naar een radiostation hier aan tafel. En Lubbenbrug. Kijk, Radio 2. NPO Radio 2. Ja. Ik heb jullie wel eens gedraaid. Ik vond dat nummer met Shaggy vond ik echt helemaal te gek. Ja, dat is mooi. Een drunken sailor. Dat vond ik echt leuk. Dat was heel origineel. En dat vind ik, ja, ik vind deze gasten echt leuk. Ik vind wat zij doen, zij maken iets nieuws van iets ouds, wat eigenlijk weer helemaal nieuw wordt. Je kan ook niet zeggen als je zegt van ja, maar ik vind het origineel veel beter, want het origineel dat zit er bijna niet meer in. Maar er zit dan een soort stukje uit het refrein of een stukje uit. Ja, en dat doen ze goed. En ik vind ook met de artiesten die jullie uitzoeken, want ze moeten wel ergens staan, maar jullie hebben ook wel een soort neus voordat je de juiste artiest erbij pakt bij dat nummer wat je bedenkt. En leuk, dat vind ik ook wel knap. Dat elke keer als we met een artiest samenwerken en we treden het festival zomaar na de plaat op, komen we die artiesten overal op elk festival tegen. Mm-hmm. Dat is echt, ja, het lijkt wel alsof het zo moet zijn. Maan, ja. Busy, Lil Kleine en nu ook weer Anton. Dus je ziet Lil elke Kleine. Keer... Ja? Heel klein niet meer. Maar heel even, want Ten Sharp, die natuurlijk nu in de studio is. Jongens, jullie hebben wel eens gevraagd om een samenwerking met Criss Cross. Ja, we hebben die jongen.
Toch? Dat hebben jullie wel gedaan. We hebben verschillende pogingen gedaan om visjes uit te werpen naar DJ's. Dat moeten we vanaf nu wel op gaan pakken, vind ik. Maar dit nummer is echt... Ik was, zeg maar, voordat zij een mail stuurde, al heel erg fan van dit nummer. Ja. Maar het is een beetje, vind ik het, heel gevoelig en een beetje mineurig. En wij hebben meer wat parties. Dus voor ons heel moeilijk om dat... Ja, You is natuurlijk wel... Ja, het is niet zo dat ik helemaal los ga op de dansvloer op You. Precies, toch? Maar ik hoor hem elke week nog op de radio. Ik vind het echt... Ze hebben natuurlijk wereldwijd daar succes mee gehad. Dus wij zitten vaak... We denken erover na en denken we van, ja, kunnen we iets mee? Zij staan al 23 jaar in de top 2000. En de top 2000 die gaat binnenkort weer beginnen op Radio 2. Evergreen. Yeah. En dat, nou, niet alleen een evergreen, maar ook een nummer... wat door heel veel mensen in hun muzikale geheugen is gesloten. Stel dat zij nou een combinatie met jullie maken... en jullie zijn natuurlijk ook een soort crossover naar de jongere gemeenschap... want jullie doen natuurlijk heel veel op social media... Dat zou natuurlijk zo'n hit worden. Misschien kom je wel in de top 10 van de top 2000. Maar je zou mijn kinderen in ieder geval heel blij maken. Ja. Ja, we hebben ook vaak dat je een nummer hebt... en dat je gewoon een soort van... net zoals we hebben Bloed, Zweet en Tranen... hebben we ooit aangeboden gekregen bij het programma van Rachel Hazes... om dat te remaken. En dan hebben we ook wel overleg gehad en gezegd van... ja, dat is misschien... net een te grote evergreen om nog om aan te zitten. Kan je hem zo verpakken dat hij cooler wordt? Mooier wordt. En dat vinden we met dit nummer. We hebben echt een poging gewaagd. We hebben echt in de studio gezet. En dan, ik vind we moeten nog een poging wagen. Ja, we gaan nog één poging wagen, maar het is echt een compliment aan jullie. Het kan eigenlijk niet beter dan. Het is een absurd goed nummer. Ja. En kunnen wij hiervan een soort van beetje... En ook DJ's, kunnen we hier een party vibe inbrengen? Vinden we gewoon heel lastig. Maar wat is nou een samenwerking waar jullie nog van dromen? Want denken jullie ook buiten de Nederlandse grenzen? Ja, want hier zit je natuurlijk ook wel op een gegeven moment een beetje... Ja, we hebben heel veel artiesten, goede artiesten. Wie dan? Nederland, Davina... Mag even. Davina Michel in Nederland. Dat zou nog... Dat is gewoon wenselijk. Haar stem is te gek. Ze is heel erg gefocust op het Engelstalige. Dat ligt, dit moment zijn we echt met Nederlandstalig bezig. Ja. Dus het is... Maar dat is bereikbaar, vind ik, Davina Michel. Volgens mij, dat zal wel lukken. Maar internationaal nog even één naam? David Guetta. Denk ik dat haalbaar is. Maar die maakt toch zelf? Hij geeft ons wel een soort springplan naar nog een groter publiek. Als wij, maar dan moet het echt zo zijn. Wij moeten dan die plaat hebben gemaakt. En dan zeggen tegen David Guetta... wil je dit met ons samen doen? David, weet ik niet. David. Ja. Moet je zijn naam wel even goed uitspreken als je hem belt, hè? David. Getta. En wat ik ook mooi vind, hij is volgens mij 3,54. En hij is nog steeds gewoon on top. Ja. En dat komt omdat hij altijd met jonge... doet eigenlijk wel relevante artiesten samenwerkt. En elke keer... Ja, dat is echt... Wie is de artiest met de meeste top 40? Wie denk jij? De artiest met de meeste top 40? De artiest met de meeste top 40 is Ed Sheeran, denk ik. Nee? David? Wel? David. Ja? Oh, jeetje. Die zou weten, toch? Meer dan wie dan? Je moet wel een beetje redelijk blijven. Kijk, ik vind Justin Bieber keihard... Ik loop uit, jongens, en dat kost mij knagen aan de relatie. Ik zit bij een commerciële zender, hè. Echt serieus. En het mag niet van mijn loon af worden getrokken, dit. Maar ik wilde heel graag jullie verhaal horen. Omdat jullie natuurlijk de ene hit na de hit na de hit hebben. En dat blijf je natuurlijk voorlopig ook doen. Ik vond het zo leuk om eens een keer aan tafel te hebben... in plaats van altijd met die muziek. Dus dank jullie wel daarvoor. Ik wil natuurlijk allemaal bedanken voor de komst naar de studio. Morgen zijn we natuurlijk weer. En dan praten we uiteraard uitgebreid na over de wedstrijd van Oranje. Tot morgen. Dag.